Dit zal waarschijnlijk een van de langste video's worden die ik maak. Excuses daarvoor, maar dat kan eenmaal niet anders. Want dit is ook gewoon een heel uitgebreid onderwerp. Een onderwerp met grote veranderingen. De democratische revoluties. En dat is niet één revolutie, nee, dat zijn er 3. Als je in je boek kijkt bijvoorbeeld ook, dan zie je dat dat toch behoorlijk wat pagina's zijn. Die paragraaf die erbij hoort. Maar goed, waar gaan we dus naar kijken? We gaan kijken naar de democratische revoluties in westerse landen met als gevolg discussies over grondwetten, grondrechten en staatsburgerschap. We gaan het dus vooral hebben over de politiek, over het bestuur. Want dat zal veranderen door zo'n democratische revolutie. Maar wat is er dan precies zo'n democratische revolutie? Nou, daar zit het woordje democratie in. Het heeft dus iets met het volk te maken, dat die inspraak krijgen. En er zit het woordje revolutie in, oftewel een grote verandering. En de democratische revolutie is dan ook een verandering in het bestuur van een land, waardoor het volk meer macht krijgt ten koste van de macht van de koning. En deze verandering die wordt ook nog eens vastgelegd in de grondwet. Heel simpel gezegd, de bevolking komt in opstand omdat ze meer macht willen hebben. Nou, ze krijgen meer macht en dan wordt er in de grondwet nieuwe afspraken gemaakt over hoe dan voortaan de macht verdeeld moet worden. En die democratische revoluties, die vinden aan het einde van de 18e eeuw plaats aan beide zijden van de Atlantische Oceaan. En daarom worden ze ook wel de Atlantische revoluties genoemd. De eerste revolutie waar we naar zullen gaan kijken vindt plaats in Amerika. Daar zullen de Verenigde Staten gaan ontstaan na de Amerikaanse onafhankelijkheidsoorlog. Die revolutie die vormt een inspiratiebron voor Nederlandse verlichte denkers en dat leidt uiteindelijk tot de Bataafse revolutie. En die Bataafse revolutionairen die worden geholpen door Franse revolutionairen, want voordat de Bataafse Republiek ontstaat is in Frankrijk ook al de revolutie uitgebroken. Deze drie revoluties die zullen we dadelijk kort afgaan, maar eerst eens even kijken naar dat woordje grondwet dat hier nog staat. Want wat is dat precies, een grondwet? Een grondwet is eigenlijk de belangrijkste wet van een land. De basis van het bestuur, van de rechtsstaat zou je kunnen zeggen. In de grondwet staat hoe een land geregeerd wordt en wat de rechten en plichten van de burgers zijn. En dan komt dat begrip burgers weer voorbij. Dat zijn we ook al eerder tegengekomen. Burgers zijn aan de ene kant de inwoners van een stad, maar aan de andere kant waren het ook mensen die burgerrecht hadden. En nu komt het begrip staatsburger naar voren, of staatsburgerschap. Wat is dat? Nou ja, een staatsburger is iemand die burgerrechten in een staat heeft. En wat zijn die burgerrechten dan? Want dat woordje rechten komt nou weer voorbij. Nou ja, dat zijn allerlei soorten rechten, maar de belangrijkste rechten voor iedere burger, die worden vastgelegd in de grondwet. En dat wordt dan ook de grondrechten genoemd. Vrijheidsrechten die burgers beschermen tegen een oneerlijke behandeling door de overheid of door andere burgers. Heel simpel gezegd, ik mag niet zomaar de straat op gaan om iemand op zijn bek te slaan of om spullen van iemand te jatten. Dat staat allemaal in de wet, ons eigendom en ons lichaam dus wordt beschermd door die wet. Dat is een grondrecht. Ander grondrecht is bijvoorbeeld dat wij niet zomaar zonder pardon mogen worden opgepakt door de overheid en worden vastgezet in een gevangenis. En als je nu gaat kijken naar die democratische revoluties en naar die begrippen die hier staan, dan hoop ik dat er al een klein belletje bij je gaat rinkelen. Want inderdaad, deze ideeën die passen ook weer heel goed bij die ideeën van die verlichte denkers. En die democratische revoluties die vonden dan ook plaats onder invloed van de verlichting. En in zo'n grondwet die in al die 3 landen kwam, kwamen bijvoorbeeld ideeën terug van Rousseau, van Locke en van Montesquieu. Oké, nu even door naar de eerste democratische revolutie, die in Amerika. De Amerikaanse revolutie, hier zie je het gebied waar het om gaat, tegenwoordig de Amerikaanse oostkust. Daar liggen 13 Engelse koloniën, dat zijn ze al vanaf de 17e eeuw. En op zich gaat het eigenlijk best goed in die koloniën, die ontwikkelen zich heel erg goed. Er is ook een ruime mate van zelfbestuur eigenlijk, ze hebben het gevoel alsof ze heel veel voor zichzelf kunnen beslissen, dat vinden ze ook fijn. Maar op een gegeven moment wil de Engelse koning George III toch weer de macht steeds meer naar zich toe trekken. Hij wil echt bijna als een absolute vorst gaan regeren. Daarnaast is die George verwikkeld in een oorlog met onder andere Frankrijk. Nou, die koloniën worden daar ook in meegetrokken, want er liggen ook Franse gebieden in Amerika. En bovendien kosten die oorlogen ook enorm veel geld. En daarom wil George de belasting gaan verhogen. Hij wil die oorlog kunnen betalen. Nou ja, dat is iets waar die koloniën geen zin in hebben. Dit zijn 2 zaken die ze niet tof vinden. En dan zeggen zij dus, oké, wij willen alleen nog maar belasting betalen als we dan ook echt inspraak krijgen in het bestuur van Engeland. Want in het Engelse parlement waren die koloniën niet vertegenwoordigd. De leus die daarbij hoort is de volgende: no taxation without representation. Oftewel, geen belasting betalen als wij ook niet gerepresenteerd vertegenwoordigd worden in het Engels bestuur. Ja, en dat vormt het begin van een hele hoop onvrede. En ik zet even de belangrijkste punten op een rijtje. Die Amerikaanse revolutie in een notendop. In 1773 is de onvrede zo hoog opgelopen dat de lading van een aantal Engelse schepen die in de haven van Boston liggen, lading T, die wordt in het water gegooid door Amerikaanse opstandelingen. Nou, dat is eigenlijk het startsein voor alle ongeregeldheden die er plaats zullen vinden tussen aan de ene kant Amerikaanse kolonisten en aan de andere kant dus het Engelse leger. Dat leidt in 1775 tot de Eerste Veldslag, daarmee begint eigenlijk ook die Vrijheidsoorlog. En in 1776 verklaren de 13 Amerikaanse koloniën zich onafhankelijk. En in die onafhankelijkheidsverklaring zeggen zij dat iedere mens recht heeft op bepaalde onvervreemdbare rechten. En dan zie je dus dat idee van John Locke terugkomen, die bescherming van de natuurlijke rechten. Nou ja, die strijd die gaat alleen maar verder en uiteindelijk weten die Amerikaanse kolonisten te winnen. In 1781 wordt de strijd al gestaakt en in 1783 wordt er vrede gesloten tussen Engeland en de koloniën. En daarmee zijn die koloniën ook echt officieel onafhankelijk geworden. En dan komt voor die nieuwe Amerikanen dus de vraag van oké, hoe gaan we ons land nu regeren? En dan moet er dus een grondwet komen. Nou, die komt er uiteindelijk in 1789. Dan wordt die ingevoerd. Daar zijn ze al jaren over aan het debatteren. En in die grondwet komen ook die ideeën van Montesquieu bijvoorbeeld weer terug. Die scheiding van de machten, die trias politica. Er komt een president, er is een congres en er is een hooggerechtshof. En die hebben alle drie gescheiden machten. En zo zie je dus dat die ideeën van de verlichting voor de eerste keer ingevoerd worden in een staatsbestel. Nou, zoals gezegd is die Amerikaanse revolutie een inspiratiebron voor veel verlichte denkers in Europa, zo ook in Nederland. En dan gaan we kijken naar de Bataafse revolutie die in de Nederlandse Republiek plaatsvindt. In die republiek lag de macht in principe bij de gewesten, maar in de loop van de 17e en zeker de 18e eeuw had de stadhouder steeds meer macht naar zich toegetrokken. En daar kwam heel veel kritiek op van de patriotten. En dat waren mensen die onder invloed van de verlichting een ander, moderner bestuur wilden. Wat vonden zij niet goed? Nou ja, het feit dus dat die stadhouder, in dit geval Willem V, dat hij zich steeds meer als een vorst ging gedragen. En bovendien deed hij dat in een tijd waarin het steeds slechter ging met de republiek. De Gouden Eeuw was al lang voorbij en de welvaart in de republiek die nam alleen maar af. Dat vonden die patriotten niks en daar gaven zij de stadhouder de schuld van. Het bestuur moest gemoderniseerd worden, want anders zou het alleen nog maar slechter gaan met die republiek. En de eerste keer dat de patriotten echt van zich laten horen is in 1781 als het pamflet Aan het Volk van Nederland verspreid wordt door die hele republiek. Daarin is een heel vooraanstaande patriot, Johan Derk van der Kapelle tot en Pol, fijne naam, is er aan het woord en hij zegt eigenlijk, ja, hij roept eigenlijk op tot de modernisering van het bestuur op basis van verlichte ideeën. Nou, dat is eigenlijk het startschot misschien wel van die hele patriottenbeweging, die dus gaat ijveren voor een ander bestuur. Nou, dat leidt natuurlijk tot een hele strijd met de prinsgezinden, de mensen die achter de stadhouder staan. En dat zorgt voor een burgeroorlog in die republiek. Die wordt gewonnen door de stadhouder en de prinsgezinden. De patriotten die moeten vluchten. Die vluchten vooral naar Frankrijk, waar de revolutie ook al een beetje begint op te komen. Maar uiteindelijk komen zij in 1795 terug met een Frans leger. En dan weten zij wel de stadhouder te verjagen. Die vlucht naar Engeland en de Bataafse Republiek wordt gesticht. En die Bataafse Republiek die moet dus ook weer een grondwet gaan krijgen. Daar moet dus ook weer een modern staatsbestel komen. En dan zie je dus dat die grondwet die in 1798 wordt ingevoerd, dat daar opnieuw allerlei verlichte ideeën achter zitten. Dat idee van Rousseau, dat de bevolking heel veel inspraak moet hebben. Nou ja, dat zien we dus terug, want er komt in eerste instantie algemeen mannenkiesrecht. En ook hier zien we een scheiding van de machten zoals Montesquieu dat graag zou willen hebben. Vervolgens blijft het heel erg rommelig in die Bataafse Republiek. De Franse invloed wordt ook steeds groter. En uiteindelijk zorgt dat er in 1806 voor dat Napoleon eigenlijk die Bataafse Republiek inneemt. Daarmee komt er een einde aan die Bataafse Revolutie. Zijn broer Lodewijk Napoleon wordt de koning van het nieuwe Koninkrijk Holland. En niet veel later wordt dat koninkrijk zelfs gewoon helemaal bij Frankrijk gevoegd. Oké, nou is die naam al een aantal keer gevallen, Frankrijk. Nu zullen we dus ook eens even gaan kijken naar Frankrijk, naar die Franse revolutie. Dan zien we die afbeelding weer van die standensamenleving van dat ancien regime in Frankrijk. Die derde stand, die boeren en die burgers, die eigenlijk alleen maar plichten hadden. En die eerste stand, de geestelijkheid, en die tweede stand, de adel, die vooral rechten hadden. En het is dan ook die derde stand die heel erg ontevreden is met een aantal zaken in Frankrijk aan het einde van die 18e eeuw. Want het ging sowieso niet goed met Frankrijk aan het einde van die 18e eeuw. Zo was de staatsschuld enorm opgelopen en raakte de schatkist steeds verder leeg. Dat kwam door allerlei oorlogen, dat kwam door de dure hofhouding van de koning. Allemaal zaken die ervoor zorgden dat eigenlijk Frankrijk zo goed als failliet was. Nou, hoe kwam Frankrijk dan aan inkomsten? Onder andere door belastingen. Maar goed, alleen de derde stand, die betaalde belasting. Dat was een plicht van die boeren en die burgers, van die derde stand. De geestelijkheid en de adel hoefden geen belasting te betalen. En als dan in de jaren 1787 en 1788 ook nog eens allebei de jaren de Oost mislukt, ja, dan is er grote hongersnood, grote ellende op het platteland en in de steden. En dan dreigt het vlam helemaal in de pan te slaan. Zeker als de Franse koning, op dat moment Lodewijk XVI, iets wil doen aan die staatsschuld. Hij moet inkomsten hebben en hij wil dus eigenlijk de belasting gaan verhogen. Nou ja, dat zijn allemaal redenen waarom die derde stand heel erg ontevreden is. En die Lodewijk XVI, die zit dus echt met een probleem. Want hij weet ook wel dat hij de belasting niet zomaar kan verhogen. Niet na alles wat er al is gebeurd in de voorafgaande jaren. En heeft dus al een aantal keer het advies gekregen van nou, laat die eerste en die tweede stand ook belasting betalen. Maar de vertegenwoordigers van de geestelijkheid en van de adel hadden dat iedere keer afgehouden. Die hadden via de rechters ook dat afgedwongen dat ze dat nog steeds niet hoefden te betalen. Dat hoorde nou eenmaal bij hun voorrechten. Ja, dus die Lodewijk die moet iets anders. Hoe krijgt hij dan wel zover dat hij meer belastinginkomsten krijgt? Dat hij de belasting kan verhogen? En dan besluit hij tot iets wat eigenlijk al vanaf begin 17e eeuw niet meer gebeurd is. Hij roept de Staten-Generaal bij elkaar. En in die Staten-Generaal zaten vertegenwoordigers van de eerste, de tweede en de derde stand. Maar ja, die derde stand die voelde zich niet echt serieus genomen. Want met hoeveel mensen zij ook zouden zijn, iedere keer zou er per stand gestemd worden. En het zouden ze eigenlijk altijd uitdraaien op een 2-1 nederlaag voor die derde stand. Want die eerste en die tweede stand, die geestelijkheid en die adel, die zouden samenspannen. En dat zorgt ervoor dat die vertegenwoordigers van die derde stand in die Staten-Generaal in de zomer van 1789 zeggen, als de weer daarop uitdraait, wij stappen uit die Staten-Generaal en wij richten onze eigen nationale vergadering op. En die nationale vergadering die zou niet uit elkaar gaan voordat er een grondwet zou zijn. Nou ja, dat gebeurt allemaal in Parijs. De bevolking van Parijs die gaat achter die nationale vergadering staan. Die bestormt onder andere de Bastille, de gevangenis die je hier links ziet, waar ook wapens worden opgeslagen en dergelijke. En dat is eigenlijk het startschot van een algemene opstand in Frankrijk. En in heel Frankrijk zien we nu dat boeren en burgers in opstand gaan komen. En dat gaat natuurlijk ten koste van de adel en van de geestelijkheid. En die nationale vergadering die moet dan ook al heel snel iets doen, die moet reageren op die opstand. En daarom komen zij met de verklaring van de rechten en plichten van de mensen en burgers, die is weer gebaseerd op verlichtingsideeën. En daarin zitten bijvoorbeeld de ideeën van Rousseau. Rousseau zei dat alle mensen gelijkwaardig aan elkaar waren en daarom worden de standen uit het ancien régime worden afgeschaft. Bovendien wordt er gezegd dat ieder mens, ongeacht of die nou rijk of arm, jong of oud is, bepaalde natuurlijke rechten heeft. Dat idee van John Locke. En die moeten beschermd worden. Nou ja, en aangezien die nationale vergadering heel veel invloed heeft, moet de koning daar wel in meegaan. Hij moet naar ze luisteren. En dat betekent dus ook dat als er in 1791 een grondwet komt, dat er heel veel macht bij die koning wordt weggepakt. Die Lodewijk XVI heeft vanaf dat moment alleen nog maar de uitvoerende macht. Bovendien komt er meer inspraak voor het gewone volk, zoals Rousseau wilde, door middel van censuskiesrecht. Mensen die een bepaald bedrag aan belasting betaalden, die mochten stemmen. En ook in die grondwet van 1791 wordt die trias politica vastgelegd. Nou, je zou zeggen, hoera, einde aan die Franse revolutie. Maar dat is niet zo. Want het blijft heel erg onrustig in Frankrijk. Je hebt aanhangers van de koning. Je hebt allerlei revolutionairen die soms gematigd dan weer radicaal zijn. En vooral die radicale revolutionairen, die gaat de opstand niet ver genoeg. Die vinden dat die grondwet niet ver genoeg gaat. En dat zorgt ervoor dat die uiteindelijk de macht grijpen. En eigenlijk bij wijze van spreken iedere tegenstander van de radicalen om laten brengen door de guillotine. En dat is de periode van de terreur. Een periode waarin dus in Frankrijk tienduizenden mensen door de guillotine omgebracht worden, omdat ze niet radicaal genoeg zouden zijn. Nou, uiteindelijk zal de leider van die radicale revolutionaire, Robespierre, zelf ook onder de guillotine terechtkomen. En dan wordt de rust hersteld in Frankrijk. En dat leidt in 1795 tot een nieuwe grondwet. Die is minder democratisch dan die eerste grondwet uit 1791. Dat censuskiesrecht wordt aangescherpt bijvoorbeeld. Maar het zorgt weer voor wat rust en stabiliteit in Frankrijk. Is ook niet van lange duur, want Frankrijk heeft ook het probleem dat andere landen zich tegen Frankrijk gaan roeren, waar nog wel die vorsten aan de macht zijn. En die proberen dus Frankrijk terug te dringen. Nou, allerlei ellende, onrust, chaos. En uiteindelijk is er dan één Franse legergeneraal die besluit om de macht te grijpen. In 1799 doet Napoleon een staatsgreep en neemt hij alle macht in handen. Feitelijk gaat hij regeren als een dictator, dus van een democratie komt dan niet veel meer terecht, maar veel Fransen vinden het op dat moment prima, omdat hij voor rust zorgt en bovendien laat Napoleon een heleboel van die verlichte ideeën gewoon voortbestaan. Hij moderniseert het bestuur wel. Nou, Napoleon probeert vervolgens dus ook de rest van Europa te veroveren. Dat zorgt ervoor dat hij heel veel tegenstand krijgt. En uiteindelijk wordt Napoleon in 1815 verslagen bij Waterloo, zoals je hier ziet. En daarmee komt er eigenlijk ook echt even een einde aan die periode van die democratische revoluties, in Europa in ieder geval. De grote politieke veranderingen, die komen nu echt wel even tot een einde. En sterker nog, veel van die politieke veranderingen worden teruggedraaid als vorsten weer op hun troon komen te zitten en de oude orde hersteld wordt. In tijdvak 8 zullen we gaan zien dat dat niet voor lang is.